En inmiddels aangeschoven aan tafel rector magnificus van Universiteit Maastricht, Rianne Letschert. Fijn als je bent. Je hebt zelf meer dan 4000 werknemers. Mm-hmm, klopt. Merk je al dat mensen zich afmelden met klachten? Ja, de afgelopen tijd natuurlijk. Dat hebben we ook zorgvuldig gemonitord. Zowel studenten als medewerkers. En de afgelopen dagen komen er ook meldingen binnen. We roepen ook medewerkers op om te melden als ze met klachten thuis zitten. De testen worden natuurlijk heel veel niet meer gedaan. Ja. Dus ik kan je niet zeggen van er zijn zoveel mensen ook met de diagnose van corona thuis. Want ja. Dat wordt denk ik een hele lastige de komende tijd. Nu hebben jullie, zoals heel veel grote bedrijven, elke dag een soort van crisisoverleg, hè, in verband met deze crisis. Ja. Wat zijn nou de grootste uitdagingen voor jullie? Hoe lang heb je? Grote lijnen. Ja, kijk, ik denk dat dat voor de hele onderwijssector geldt. Dat je nu van fysiek onderwijs aan de sector vraagt om op stellensprong online onderwijs te gaan geven. Dat is echt een vak apart. En dat binnen een weekend klaar bestaan, dat is enorm ingewikkeld. De systemen zijn er niet op gericht. Didactisch is het voor ons niet het onderwijssysteem wat wij normaal gesproken geven. Dus het vergt heel veel van onze docenten en onze ondersteunende staf om dat allemaal klaar te hebben. Dat is maar één van de hele grote uitdagingen. En dat geldt voor primair onderwijs, middelbaar onderwijs en voor hoger onderwijs. Als je niet de open universiteit bent die dat elke dag op een geweldige manier doet, dan vergt dat wel heel veel inzet. Ja, en hoe verhoudt zich dit dan bijvoorbeeld tot die hack, de crisis? Ik vind dit nog een andere klap eigenlijk. Ja, ik vond dat klinkt raar, want toen ik erin zat, vond ik dat niet per se overzichtelijk. Maar als ik nu terugkijk, dan is deze crisis heeft veel meer impact op onze studenten, op onze medewerkers, op de samenleving, op de bedrijfsvoering. En niet alleen op de studenten, we doen natuurlijk ook onderzoek. En ook de onderzoeksprocessen die te maken hebben met mens-op-mens contact, onderzoek met mensen in de labs, die komen voor een deel stil te liggen. Dus de impact is veel groter. Ja, en even in de praktijk dan. De universiteit is gesloten. Nee, we zijn niet gesloten. Dat lees ik ook terug in de media. De universiteit is niet gesloten. Wij bieden nou afstandsonderwijs aan. En de medewerkers die echt op het werk moeten zijn vanwege vitale functies die ze uitoefenen, zijn ook op de universiteit. En het onderzoek, voor zover het kan, en heel veel type wetenschappen kun je ook vanuit thuis doen, die gaan ook wel gewoon door. Ja. Ik vind namelijk het beeld van we zijn gesloten is nog dramatischer. Er zit geen slot op de deur. Nee, vanmorgen ben ik naar mijn werk gereden. Ook omdat het crisismanagementteam bij elkaar komt. Nog steeds fysiek, met heel veel afstand. Maar er is nog geen sleutel omgedraaid. Ja, maar bijvoorbeeld voor profs die lessen geven, dat is natuurlijk wel praktisch wel lastig als je thuis blijft en je hebt een peuter rondlopen en terwijl je ook nog online een les moet aanbieden eigenlijk. Hè? Ja, nou, dat wordt sinds zondag natuurlijk ingewikkelder, omdat wij een groot deel van onze docenten natuurlijk ook hebben in de leeftijdscategorie die kleine kinderen hebben en die nu voor hun scherm proberen onderwijs te geven, terwijl er inderdaad een klein kind kan zijn. En het is ook niet zo dat al onze medewerkers faciliteiten thuis hebben met studeerkamers, waardoor je dat ook op een goede manier kan doen. Dus dat is echt